De puzzel Rariteitenkabinet is getekend door Rob Derks. En Rob Derks die laat vaak een aantal eigen elementen terugkeren in zijn puzzels die Jan van Haasteren niet tekenen. En een van zijn kenmerken is vaak een man met blote billen die in zijn puzzels voorkomt. Hier zie je dat er een stuk wc-papier blijven zitten in de billen van deze man.